Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Vandaag flinke verschillen in ons land, want in het zuidoosten scheen de zon nog geregeld. In het noordwesten van het land was al tamelijk veel bewolking te zien. Dat zagen we goed op de satellietfoto. Een dikkere wolkenband over de Noordzee richting het noordwesten van ons land. En nog brede opklaringen in delen van Brabant, Limburg en Gelderland. Maar die bewolking gaat het winnen en dat betekent niet alleen dat het dus bewolkt raakt. Maar er gaat ook regen over ons land trekken. Vanavond, vannacht en morgen overdag regent het vooral wat langer in het zuiden van het land. En in het noorden van het land kunnen dan een paar buien vallen. Verder staat er ook vrij veel wind. Langs de kust kan het af en toe hard waaien met windkracht. 7. Vanavond al uit het zuidwesten. Vanavond breidt de bewolking zich uit over het land. Misschien nog een paar opklaringen in het zuidoosten. En de regen volgt in de loop van de avond van het noordwesten uit. Temperaturen rond een graad of vijf. Vannacht in het zuidoosten nog drie graden als minimum. Daar blijft het het langs droog. De rest van het land valt al eerder wat regen. En die regen trekt dan verder richting Limburg. Morgen overdag, vooral in het zuiden, van tijd tot tijd behoorlijk nat. Met regenachtig weer. In het noorden is het wisselend. Met af en toe wat zon. Maar ook een aantal buien. Temperatuur tussen 7 en 10 graden. De wind wordt. Tijdelijk westelijk langs de kust krachtige windkracht 6 in het waddengebied Windkracht 7. Dan zaterdag een wat ander weertype. We beginnen de dag dan met af en toe wat zonneschijn. Maar in de loop van de dag raakt het bewolkt en volgt van het zuidwesten uit ook weer regen. Temperatuur 7 tot 9 graden. Die temperatuur verandert de dagen daarna niet echt. Maar zondag kijken we toch vaker tegen een grijs wolkendek aan. met van tijd tot tijd wat licht gespetter. En maandag is het dan vaker droog en heeft de zon weer af en toe wat ruimte. Op de termijn die daarna volgt zien we dat de onzekerheid heel groot wordt. Vooral laten we zeggen vanaf midden volgende week. Dan kan het best wel eens even. Even wat kouder worden, dat zou tijdelijk van aard zijn, maar voor hetzelfde geld gaat de temperatuur ook omhoog en wordt het zacht. De bandbreedte die we in het lichtgrijze gebied zien, die wordt enorm, en dat geeft eigenlijk al maar aan dat er dan tamelijk veel onzekerheid is in de weersverwachting, die op de verdere termijn nog verder vooruit weer wat kleiner wordt. Ik ben Marco Verhoef van weerblaza.nl.